Dit filmpje gaat over de opvattingen van Christa Lawler over de causale theorie van zelfkennis. Het sluit ermee aan bij de volgende eindterm, 36. De kandidaten kunnen met behulp van een voorbeeld uitleggen wat je volgens Lawler moet doen... om jezelf te kennen en om te weten wat je wilt. En laten we meteen beginnen met het voorbeeld dat Lawler zelf geeft. Um, ze geeft het voorbeeld van Catherine. en Catherine die is bezig met haar uh, relatief pasgeboren kindje. En een stemmetje in Catherine's hoofd zegt... Neem er nog een, hè. neem nog een kindje. En Catherine zegt eigenlijk van zichzelf: ja, het voelt niet echt als een, als een antwoord op de vraag. Niet, het is niet zo dat ze nu al weet: oh ja, ik wil eigenlijk en ik vind het ook goed om nog een, nog een kindje te nemen. Maar eerder als een vraag. En die vraag is: de vraag: wat wil ik? Nou, eh. Um... En daarmee wordt meteen al een aspect van Lawler's theorie heel duidelijk gemaakt. Namelijk, Lawler's opvatting over zelfkennis gaat specifiek over de kennis van de verlangens die je zelf hebt. Dus niet zomaar over elk uh, iets wat in jouw zelf uh, aanwezig zou kunnen zijn of daar onderdeel van zou kunnen zijn. Nee, het gaat over verlangens. Nou, en uh, zegt Lawler, als we kijken naar deze situatie, als we kijken naar. De keuzes die samenhangen met wel of niet nog een kind nemen. Uh, en het verlangen, of je, dat je al dan niet hebt om nog een kind te nemen. dan zou je kunnen zeggen: Dit is geen verlangen. dat ik leer kennen. door te bepalen wat ik zou moeten willen. Kijk, soms kun je bepalen wat je wil. een beetje zoals Moran dat uh, zegt ten aanzien van overtuigingen. door te bepalen wat je zou moeten willen. Nou ja, wat zou je dan moeten willen? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen. Eigenlijk zou ik wel moeten willen om spijt te betuigen aan degene die ik beroofd heb van al zijn geld. En misschien kom je dat tot de conclusie: omdat het het juiste is om te doen, wil ik het ook eigenlijk doen. Maar dat is niet in dit geval uh, wat zou kunnen gebeuren. Bovendien zegt Loller, het is ook geen verlangen dat zichzelf direct aandient. Bijvoorbeeld het verlangen naar een Big Mac. Hè. Je kunt in één keer soms voelen. hé, hey, dan komt het verlangen naar een Big Mac op. En dan weet je eigenlijk wel, oh ja, dit is het inderdaad verlangen wat ik heb, dit is eigenlijk wat ik wil. Maar dat geldt ook niet hier, want het is iets wat veel meer sluimert en wat veel langer in je gedachten rondspeelt. Um, met andere woorden, juist omdat het niet in deze twee categorieën valt, is uh, het voor Catherine niet eenvoudig om het antwoord op de vraag te vinden. Maar ja, hoe gaat ze dat dan doen? Um, nou ja, in ieder geval niet door, um, als het ware, te... Bedenken wat ze wil en daarmee het verlangen tot stand te laten komen. Nee, zegt Lawler, er is op het moment dat Catherine over na gaat denken al wel een antwoord op Catherine's vraag. Met andere woorden, ze wil op dit moment wel of niet nog een kind. Dat is wel iets dat al uitgemaakt is, maar ze weet niet welke van de twee. En haar uitdaging is dus om erachter te komen welke van die twee het is. En dat is dus een uitdaging omdat het nogal moeilijk is om daar een antwoord op te vinden op die vraag. Nou, um, Lore loopt een aantal mogelijkheden na om het antwoord te vinden op die vraag, maar zal er ook een aantal van verwerpen of enigszins aanpassen. Eén mogelijkheid waar ze over nadenkt, is dat de manier om uh, tot kennis van het verlangen te komen is, doordat er een zogenaamde constitutieve relatie is tussen uh, het verlangen hebben. En het verlangen kennen. En die constitutieve relatie houdt eigenlijk in dat het bewuste verlangen hebben ook inhoudt dat je het verlangen kent. Door het bewuste verlangen te hebben, of als je het bewuste verlangen hebt, dan weet je ook dat je het hebt. En dat komt door de verhouding tussen het hebben van die verlangens en het kennen van die verlangens. En zo'n manier van denken kennen we bijvoorbeeld uit de deliberatietheorie van Moran. Want in die theorie geldt eigenlijk dat als je op een gegeven moment besloten hebt dat dit jouw overtuiging is, dan weet je ook automatisch dat het je overtuiging is. En dat komt eigenlijk door de verhouding tussen uh, het hebben van een overtuiging aan de ene kant en het kennen van overtuigingen aan de andere kant. Nou, Loller verwerpt deze opvatting, dus zij gaat daar niet in mee. Uh, en ze zegt: Mijn theorie moet eigenlijk geplaatst worden. Um, binnen uh, het denken over zelfkennis als wat zij noemt de cognitieve prestatie. Zij zegt namelijk het bewuste verlangen kennen, dat vereist, zegt zij, een zekere denkkracht. Je moet er echt iets voor doen. En het is niet zo dat als je het verlangen hebt, dat je dan automatisch dus weet dat je dat verlangen hebt. En voorbeelden van theorieën die zo'n cognitieve relatie zien tussen het hebben van het verlangen en het kennen van het verlangen, zijn bijvoorbeeld de introspectie en de interpretatietheorie. Want onder beide theorieën moet je enige moeite doen om vast te stellen dat je zo'n verlangen hebt. En Lawler geeft eigenlijk een soort combinatie van de introspectie en de uh, interpretatietheorie en past tegelijkertijd die theorieën daarbij ook een beetje aan. En dat blijkt als we kijken hoe Lawler zelf dat verhaal of die, die situatie van Catherine verder omschrijft. Dus nu komt een klein stukje uit de tekst van Lawler die ook in het boek staat. Nu de vraag eenmaal is opgeroepen, merkt Catherine op welke ervaringen en gedachten ze heeft. Ze betrapt zich erop dat ze zich allerlei zaken voor probeert te stellen. En terwijl ze de kleren van haar zoon wegbergt, merkt ze dat ze terugdenkt aan het gevoel van een pasgeborene in haar armen. En wat zien we eigenlijk in deze omschrijving van Loller terug? Nou, zegt ze, uh, ze is eigenlijk bezig met introspectie, Catherine. En waar levert die introspectie nou kennis van op? Nou, de introspectie levert directe kennis op van verbeeldingen. Dus waar je eigenlijk bij stilstaat in je introspectie is niet, en daar komen we nu op, hè, directe kennis krijgen van het verlangen. En je ziet niet dat verlangen, maar wat je wel ziet met je innerlijke oog is de verbeeldingen die je hebt. Nou, wat moeten we dan verstaan onder die verbeeldingen? Nou, dat betreft bijvoorbeeld zinnen. En die zinnen zouden dan, als het ware, door Catherine's hoofd kunnen gaan. Bijvoorbeeld, kinderen zijn zo leuk. Maar het kan ook gaan om beelden, bijvoorbeeld de poepluier. En die verbeeldingen kunnen dus, laten we zeggen, meer, min of meer voor een verlangen pleiten. Nou, de verbeelding die kan. Uh, zegt uh, Lawler: passief zijn, ons uh, overkomen. En dat leek eigenlijk het geval een beetje in de beschrijving die we net van Catherine hebben gehoord: hè? Uh, waarbij ze opeens ergens aan denkt terwijl ze iets anders aan het doen is. Maar het kan ook actief zijn, het kan bewust opgeroepen worden. We kunnen onszelf proberen iets voor te stellen. Nou, en dat is eigenlijk wat we nu terug gaan zien. Um, want. Um een, het stukje van Catherine gaat verder. Omdat ze zich al maanden wat meemoedig voelt en moet nadenken over hoe haar zoon zal opgroeien, zijn positieve emoties en herinneringen verbonden met kinderen heel gewoon voor haar geworden. Ze zegt tegen zichzelf, ik geloof dat ik er nog in wil en kijk dan of dat gevoel blijft. En bij dat kijken of het gevoel blijft, roep je dus actief een bepaald soort verbeelding op en probeer je daar een tijdje mee te leven. Nou, ehm... Um en wat gebeurt er dan eigenlijk? Want nu hebben we dus eigenlijk nog steeds geen zelfkennis, maar we zitten wel uh, introspectief, zijn we bezig met onze verbeeldingen. Nou, zegt Lawler, uit die verschillende verbeeldingen trekken we een conclusie over het verlangen dat de oorzaak van ze is. Dus we denken eigenlijk, we verbeelden nu van alles, er gaat van alles door ons hoofd heen. En hoe zou dat nu kunnen komen? En nou, we trekken dan eens een conclusie. En we zeggen, er ligt een bepaald verlangen ten grondslag aan die verbeeldingen die opkomen. En bijvoorbeeld, die zegt: Als ik zulke warme herinneringen heb en daar de hele tijd aan terugdenk, dan wil ik vast nog een kindje. En. Daarom noemen we deze theorie ook de causale theorie van zelfkennis. Want, zegt Lawler, zelfkennis ontstaat door te bepalen welk verlangen de waarschijnlijkste oorzaak van onze verbeeldingen is. He, dus er kunnen natuurlijk altijd meerdere verlangens ten grondslag liggen aan een heel palet aan verbeeldingen die we hebben. Maar we proberen daar eigenlijk nou, chocola van te maken. En we zeggen dan: oké, okay, maar dit verlangen, dat zie ik als de oorzaak. Bijvoorbeeld het verlangen om inderdaad nog een kindje te nemen. Nou. Um, Interpretatie levert dus indirecte kennis van die verlangens op, maar die interpretatie is niet gebaseerd op gedrag, zoals bijvoorbeeld Ryle wel zou zeggen. Dus we zien dat de introspectietheorie niet helemaal volledig wordt gehandhaafd, maar ook de interpretatietheorie krijgt in het denken van Lawler een eigen draai. Nou, um, Ten slotte kunnen we nog iets zeggen over een hele bijzondere toestand waarin we volgens Lawler kunnen verkeren. Um, nou, eigenlijk een bijzonder soort toestand. Namelijk, we kunnen ons verkeren in onwetendheid. En als we verkeren in onwetendheid, dan weten we eigenlijk niet echt iets of we iets verlangen. Um, dan, dan is dat dus onduidelijk voor ons. Maar we kunnen ook in verkeren in een toestand van ambivalentie. En dan weten we wel iets over onszelf. Maar we weten dat we tegelijkertijd iets verlangen en niet verlangen. En ook daarvan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen: ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Nou, en Loner besteedt ook aandacht aan dit soort toestanden. En ze zegt dan eigenlijk het volgende: ze zegt: ja, onwetendheid en ambivalentie die kunnen eigenlijk niet blijven bestaan. Want, zegt ze, als we heel lang niets doen, dan lijkt dat de uiting van een bepaald verlangen te zijn. Namelijk het verlangen om uh, ja, een ding niet te doen. En dat roept meteen eigenlijk weer de vraag op, heb ik dat verlangen wel? En als die vraag weer wordt gesteld, ja dan moeten we hem toch weer gaan beantwoorden. Dus onwetendheid en ambivalentie zijn toestanden waar we altijd maar een tijdje in kunnen verkeren. En dan moeten we er toch weer wat mee doen.